Er zijn controleposten nodig op de weg naar Apura. Het Cabalebo-gebied moet ook beter in de gaten gehouden worden door de gezondheid en justitiële autoriteiten. Dit zei NDP-parlementariër Iona Edwards vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Voorts vraag ik aandacht voor een controlepost, oftewel controleposten op de weg Apura-Paramaribo. We hebben de nieuwsberichten gevolgd over de verschillende drugsvangsten in onder andere Cabalebo-gebied. Daarnaast wordt deze verbindingsweg ook gebruikt door illegale om Paramaribo te bereiken. Verder, voorzitter, zien we ook de vele sportjagers die elk weekend naar het gebied trekken. Gaarne uw aandacht hiervoor, minister, want ik vrees voor een Wild West situatie in het Cabalebo-gebied. Voorzitter, ten aanzien van de police van Cabalebo en Bovenkappenamen, het lid Dijkstil heeft het hierover gehad in haar betoog. Ik wil het lid hierin ondersteunen. En vraag hierbij de regering om dit vraagstuk te evalueren, om zodoende de gezondheidssector in deze gebieden als ook het geheel achterland te verbeteren. Edwards zegt verder dat zij de regering moet complimenteren met het landelijk voedselpakkettenproject voor mensen die zijn getroffen door wateroverlast en de economische tegenslagen van de coronapandemie. De parlementariër zegt te hopen dat de gebieden die ver in het binnenland zijn op zeer korte termijn worden voorzien van deze steun. De situatie in de vergelegen gebieden moet niet worden onderschat, omdat de bewoners momenteel bijna uitgesloten zijn van de buitenwereld.